Yo beste kijkers van de Golden Eagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video. Vandaag natuurlijk weer Mytopia. En vandaag in Mytopia gaan we natuurlijk zoals gewoonlijk beginnen met de donatiekist. En ik ben heel benieuwd. Het klepje 1, klepje 2 en de kist. We hebben drie boekjes. Donatie, toon in video en spelprijs. En dan ben ik heel erg benieuwd. Wat staat er in de boekjes? Nou, dit is het allereerste boekje van Klinklonk. Hoi Kult, je hebt mijn donatiespel gespeeld en 10k gewonnen. Gefeliciteerd, hierbij dus de 10k PS. Ik koop je speedboots voor 90k. Groetjes Klinklonk. Ja, sorry Klinklonk, ik verkoop mijn speedboots echt niet. En super thanks, wel was echt nice dat jij dat spelletje hebt gedaan. En ik hoop echt nog wel ooit een keer vaak zo'n spelletjes krijgen, want ik hou van spelletjes. Oké, het volgende boekje is van... Even kijken, voor wie is die? Die is van Pro Scout. Lieve Gold, je bent altijd zo aardig en je bent echt een goede baas bij Goldfood. Hier koop ik mijn eten heerlijk en goedkoop, dus wil iets vragen. Zeg dit alsjeblieft in een video. Kan ik hier werken? Zoek al lang werk. Nooit aangenomen. Echt jammer. Kijk verder 2. Zeg altijd in de video dat het kan of niet met vriendelijke groeten Pro Scout. Nou, Pro Scout, dan wil ik je heel eventjes aanraden. Om hier om de hoek, daar staat een briefjebus met de overige en sollicitaties. Als je daar een sollicitatie induwt en die is goed, dan gaan we gewoon gezellig op gesprek. Nou, de volgende video, een donatie. Of de volgende video, het volgende boekje bedoel ik. Beste Gold, hier een kleine donatie van mij. Omdat je een toffe YouTuber, of omdat ik je een toffe YouTuber vind. Het is maar 1k, maar het is toch iets. Met vriendelijke groet, Kees Power, PS. Iedereen liken en abonneren. Echt super awesome, jongens. Super thanks voor de donaties. Even kijken, Klinklonk, super thanks voor jouw spel. Want echt waar, dat vind ik tot nu toe eigenlijk de leukste donatie die ik ooit heb gehad. Want ja, hoe vet is het gewoon om gewoon een spelletje te spelen en dat beslist wat ik krijg. En dat is gewoon super awesome. Nou, dit zetten we even op de bank neer. En ik kreeg gisteren trouwens ook nog van iemand een vraag op een iets oudere video van... Gold, hoe kan het dat jij al zo lang Mytopia speelt, zoveel video's hebt opgenomen, maar dat je weinig geld hebt? Nou, dat kan ik eigenlijk wel zeggen. We hebben hier ergens een kluis. En in die kluis zit al het geld. Maar daar zit ook al het geld in voor project Cosmo natuurlijk. Maar daarnaast zit er ook geld voor al deze 3D bedrijven. Bijvoorbeeld zo'n bedrijf kost toch 150k om omhoog te bouwen of zo. Zo'n bedrijf toch wel bijna 300k. Dus het kost best wel veel. En vandaar dat het eigenlijk bijna nooit geld heb. Op dit moment ook voor project Cosmo. Dus zijn we volop aan het sparen. En het ziet er op zich best wel goed uit. Hey, ik ben trouwens fitheid 92 zie ik nu. Nice. Nou, op naar de fitheid 100, hè. Daar gaan we voor. En ik kan volgens mij nog een paar puntjes verdienen op het zwemmen. Dat gaan we nu trouwens gewoon even kijken. Statics. Gezwommen zijn er 44. Ik kan er 5 fitheidpunten verdienen op zwemmen. Dus dat betekent... En Gold, ga je het inkopen? Na project Cosmo wel. Want anders ben ik ruim 150k... kwijt. Verkoop je hem nog wel stiek? Ja hoor. Als het goed is, is I think. Zo. Ja, trouwens, ik kan hem ook wel even helpen. Ik kan ook wel. Top, oké. En anders... ik wou zeggen, anders kom ik je zo meteen wel helpen. Cool Deagle, ja. Ja. Anonymous Hypers. Nou, ik ben benieuwd. Wat is hier aan de hand? Wat kan ik voor u doen? Jij werkt ook bij de gemeente in Cosmo? Nee. Dat ben ik niet. Tenminste, zover ik het weet, ben ik nooit aangenomen bij de gemeente Cosmo. Trouwens ook nooit gesolliciteerd. Wat dan? Eigen compagnie met bedrijven. Nou, dat zou wel goed wezen. Even kijken. Is die er? Zo, eens even kijken. Nou, dan gaan we weer verder. Oh, hallo. Nou, we gaan verder. Oké, nou. Mooi zo. Wat ik nog even wou gaan melden is...
We hebben natuurlijk onze company. De company is helemaal, heeft een herstart gemaakt, omdat eigenlijk alles een beetje de was had. In het begin wisten we eigenlijk ook nog niet zo goed wat willen we met onze company. Op dit moment hebben we het wel goed besloten. En op dit moment werken we dus met mensen die zich inschrijven. Nou, dit is hier het allereerste bedrijf wat lid is geworden van onze company. Het Stanext Casino. En het is een heel leuk casino. We zijn altijd heel aardig. Even kijken of ik mag gokken. Een goede middag. Mag ik een gokje wagen? Ik weet niet of die er is hoor, maar... Hallo? Bent u er meneer? Hallo? Nou, volgens mij is meneer er niet. Nou, oké, dan gaan we geen gokje wagen. Helaas, pindakaas. Oké, we gaan eens even hier zo kijken bij mijn buurman. Nou, die heeft nog steeds alleen deze twee setjes. Echt zonde. Ik hoop echt dat hij ooit een keer weer vooruit kan komen. En wie weet sluit hij zich ook nog wel ooit aan bij de company. Zou wel heel erg nice zijn, want het is ook een heel aardig iemand. It's Finn, zo heet hij. Dan hebben we hier, als het goed is, nu nog iFink staan. Hallo. Hij heeft trouwens wel een vet pakkie. Die is echt enorm awesome. Ik weet trouwens niet wat voor pakje het precies was. En dan hebben wij hier zo natuurlijk onze kledingstukjes. En eens even kijken wat we nog eigenlijk hebben. Want we zijn eigenlijk de laatste tijd goed bezig met verkopen. Alleen alle verkopen gaan op dit moment heel eventjes in de kist van Project Cosmo. En zo zien jullie dat we nog wel iets aan geld hebben. Maar na het geld doen we ook niet meer heel veel inkopen. Ruilen kunnen we nog wel doen, maar inkopen op dit moment niet. En ruilen is dan... dan moet je dan maar even op dat moment vragen hoe dat zit. Hier hebben we die It's Finn. Hallo. Met zijn mooie telefoon. Goed. En met u. Je bent weer stiekem... aan het... Je bent weer stiekem aan het appen, hè? Je ziet er vandaag strak uit, hoor. Ja, ja. Ja, dat heb ik jullie nog niet laten zien. Met mijn hele mooie hoed. 100% enchanted. Yes. I love it. Gold, I need you. Nou. Oké. Die energist in. Zeg dus. Hey, hij. Welke kleur is dit? Zou de Cassius enchant zijn of Barbie enchant? Dat weet ik niet zeker. Ik vind dat heel lastig om te zien. Maar wilt u mijn helmpje? Nop. Heb geen geld meer. Project. Cosmo is in. Incoming. Ja, Project Cosmo is incoming. Dus, Nice. Ja, dus ik mag je geld weer uitgeven. Sorry. Dus dat heb ik afgesproken ook met mijn personeel. Dat we op dit moment eigenlijk niet meer doen inkopen. Niet altijd. Of ja, tenminste niet altijd. We gaan daar even kijken. Kweedel. En we gaan binnenkort trouwens ook met een nieuw systeem werken. Je kunt binnenkort, waarschijnlijk eind deze week nog, of begin komende week, kun je tegoedbonnen in onze winkel kopen. En zo'n bon is dan 1 maand geldig. Hallo. Hey, we zijn weer een valk. Hi. Zo. Weer eens even kijken. Een goede middag. Even kijken. Nou. Is de soep vandaag rijk gevuld met extra balletjes? Want dat moet blijkbaar ook heel goed zijn voor je fitheid. Zeker, ik heb er persoonlijk op toegezien. Ah, oké. Okay. Nou, dan lust ik wel 10 keer een lekker bakkie soep. Zo. Even kijken, wat kostte die? 38, dat is dan 380. Krijg je voor 500. Zo, nice. Kijk, we krijgen lekker onze bakkie soep.
Zo. De rest is fout. Past het nog? Ja, kijk. Zo. Dank u. Ik wil zo even bij de kleding kijken. Kan dat? Natuurlijk. Natuurlijk kan dat. Als het goed is. Ah. Zo. Ah, kijk. Ze komt meteen mee lopen. Ja, ik heb haar gisteren een cadeautje gegeven. En dat was een cadeautje van een tegoedbon. Om eens even te proberen van is het iets. En daarnaast was het natuurlijk wel leuk. Want nu kon ze in een van mijn bedrijven kon ze iets besteden. Een Rolandia moeten we hebben. En ik ben heel benieuwd wat gaat Shania bij ons... Shania is het bedoel ik. Bij ons besteden. Ze heeft de mogelijkheid om 20k uit te geven. Dus... ik ben heel benieuwd. Zo. Even kijken. Ik wil even iFink erbij halen. Tenminste, als hij er is. I think I need your help. Ja, weet je wat ik ook kan doen? Zometeen even zelf even heel grap de docs open gaan zetten. Maar dan blijft het beeld weer stil hangen. Dat vind ik altijd zo jammer. Maar we gaan eens even kijken. Kunnen wij Shania helpen? Waarschijnlijk wel. Even kijken. Kippetje weghalen. Even kijken. Oranje Holland. Oranje Holland is op zich ook wel een hele mooie kleur. Is ook een hele mooie kleur. Ik ben heel benieuwd. Hij is wekker. Zo, ik ben benieuwd. Wat zou ze gaan kiezen? Wordt het oranje? Wordt het fairies? Of een andere kleur? Oké, van Holland oranje de boots en de helm. Oké. Even de kassa openzetten. Momentje. Zo. Even kijken. Dan moeten we de... Holland. Even kijken. Deze. Kloots. En dan moeten we... De prijzen. En dan gaan we naar Holland Oranje. Wat kost dat bij mij? Oranje Holland kost 5k per stuk. U kunt als u wilt het hele setje zelfs kopen van uw bon. En anders gaan we toch even afstapelen. Even kijken. Zo. Wat was het? Even kijken. Boots, helm en broek. Die heb ik nu. Dan gaan we die Holland Oranje daar ergens anders neerzetten. Heb je een mint broek? Volgens mij niet. Dan zou die er tussen moeten hangen. Even kijken. Nee, het is Diamond Blue. Lily. Mint. Nee, hangt er niet tussen, toch? Het is turquoise. Oh, sommige kleuren lijken echt zoveel op elkaar. Mint. Ja, nee, want dit is mint. Nee.
Die heb ik wel twee keer een chestplate. Helaas niet. Ik ben heel benieuwd. Kees Power. Ze lopen hier allemaal ook heel stiekem sneaky naar binnen. Terwijl eigenlijk niet officieel niet zijn geopend. Ik ging even speciaal voor Sneria open. Dus. Hi. Hi. Hi, hi. Hi, hi. Nou, ik ben benieuwd. Felgroene boots. Felgroen. Want dit is geel. Oeh, even kijken. Die heb ik ergens liggen. Nu moet ik even denken. Waar heb ik die neergelegd dan? Die ga ik even zoeken. Die had ik wel ergens. Felgroen. Die heb ik ergens gehad. Even kijken, maar die heb ik ook weer ergens. Ah, hier. Felgroen. Maar, nu ben ik bang dat ik de prijs er niet van weet. Ofwel, ah wel, 3,5. Oké, okay. Nou. Mooi. Zo. Die heb ik. Welke? Klopt dat? Ja. Even kijken, felgroen was 3,5, dat komt dan neer op 1,5, dat is in totaal, even kijken, 15 plus 3 is 18,5. Kijk eens aan. Zo, dan druppen wij deze heel eventjes hier boven erin. Ik mag u helaas geen geld teruggeven. Oh, wacht. Heb je ook nog een geen rood helm? Nee. Die niet. Nou, deze geef alvast. Even kijken. 1, 2, 3, 4. Oh, oh. Nou ja. Bijna. Oké, hoeveel krijg je? Het was 18,5k. En de bon was 20k. Dus u kunt of nog een item uit... uitzoeken of een nieuwe bon of moet nog een nieuwe bon maken. Oké, is goed. Nice. Wat stond hier nog mee? Gold, ik wil wel doneren, alleen heb geen geld at the moment. Komt nog wel, het komt nog wel, ik doneer anders voor project Cosmo. Welk pakje? Ja hoor, Mr. Jiskeis. Koningsblauw enchanted. Nice. Dan heb ik nog wel een item wat erbij past. Koningsblauw helm. Even kijken. Nou, dan gaan we even kijken. Wat kost die? Ja. Koningsblauw staat op dit moment op 14k, dacht ik. Yep. 14k. Ah, kijk.
Welkom in onze winkel. Gold, als ik een broek heb verkocht, ik koop. Is goed. Mistertje schuis. Even kijken. Geel. We hebben alleen volgens mij geen schoenen meer van, of wel? Ja, die hebben we compleet. Ah, dat dacht ik wel al. Pak die helemaal maar in. Is goed. Heel even kijken wat de prijzen zijn. Grill. Is 4k per stuk. Dan weet ik dat ook weer. Zo, nou. 1, 2, 3 en 4. Dat is dan, even kijken, /kalk, 4 keer 4 is 16k. Is dat wel 16k? Nog een hele verzameling die niet in de winkel ligt. Hallo. Nou, eens kijken of ik hem kan helpen. Iets heel specifieks. En welk item? Temples Midnight. Nee. Echt? Die hebben wij gisteren verkocht. Ja, daar hebben we een item van verkocht. Maar komt goed. Dus jongens, als jullie Temples Midnight hebben, even kijken. Wat zoekt Coolidor, of Coolidor, denk ik dat je het zo uitspreekt. Die zoekt daar nog van de helm, de pants en de boots. En dat is dus van Temples Midnight. Nou. Nou, ik ben heel benieuwd. Waarom kan ik er nu niet bij? Oh, wacht. Lol, dat is... Lol, dat is... dat is iemand... Oh, damn. Ik dacht van, ik ga het er even afhalen. Maar dat ging dus niet. Oh, damn. Oh, damn it. Die was wel goed. Was ik helemaal niet naar... helemaal niet naar aan het kijken. Dit is gewoon blauw. Even kijken. Klopt. Nou. Ja. Gewoon blauw is trouwens ook een hele mooi iets, hoor. Als je dat gaat combineren. Oké, dan blijf ik even bij dit. Oké, nice. Even kijken. Dan gaat er nog 2,5 van af. /kalk 16.
min 2.5 komen we neer op 13.5, dan wordt het nog 13.5. Valt al mee, toch? Ik heb leuke prijsjes. Zo, even kijken. Oké. Zo, 1, 2, 3, 4. Oh. Okay. Dank u. Kijk. En nog een hele fijne dag. Dus dit is eigenlijk ook hoe we gaan werken met tot de volgende keer. Maar zo gaan we dus eigenlijk werken met bonnetjes. Dan kun je een bonnetje kopen bij ons, bijvoorbeeld van 20k. Is wel maar een maand geldig. En gisteren had Shinieria er eentje gekregen, omdat ze jarig was. En ik kom altijd bij Valk, dus ik had wel zoiets. Ik vond het wel leuk om eigenlijk een cadeautje te gaan geven. En ja, het ziet er eigenlijk een beetje zo uit. Van, nou, van harte gefeliciteerd met uw verjaardag. Daar zetten we taxi bij in. Omdat u jarig bent, krijgt u een waardebon van 20k uit te besteden bij een van de Goldfood, Goldfit of Goldcloats. En dan u kunt de bon niet inwisselen voor geld. Deze bon is geldig tot en met bla bla bla. Onderteken door mij en dan is je pas geldig. Even kijken, welke kleur? Die? Oh, wacht even. Fairies. Die is wel volgens mij aardig prijzig, hoor, Fairies. Even kijken, Fairies. Die er ooit wel in staan. We hadden die er ooit in staan. Oh ja, hier zo staat die. Oh. Nee. De helm is bruin en sorry. Nou, dus bruin enchant heeft ze al. Jammer. Ah, dan moeten we hier trouwens weer een nieuw setje van gaan maken. Maar welk setje gaan we daar neerzetten? Dat vraag ik me nog een beetje af. Dit is trouwens ook een letterlijk een ijslolly of zo. Dat pak je. Maar ja, komt helemaal goed. Eens even kijken. Maar vanaf waarschijnlijk, ik ga weer naar mijn... Is goed. Tot gauw. Tot gauw, tot snel, maakt niks uit. Tot gauw. Wauw. Ja, tot snel, hetzelfde. Zo. U bent altijd welkom. Zo, nice. Oké, nou dan gaan we de winkel even dichtmaken. Zo. Zwaaien. En dit is altijd al wat ik zeg. Hoe ik taken aanpak met nieuwe dingen. Cadeaubonnen. En er komt binnenkort gaan we met nog een project beginnen. En die wil ik eigenlijk in een andere stad gaan beginnen. Ik weet nog niet of het mag. Ik hoop het wel. Moet ik even uit gaan zoeken wie de makkelijkste stad heeft. Ik denk Heratopia Cosmo. Ik denk een Zone 2 stad. Of misschien Rolandia. Maar ik weet niet zeker of dat in Rolandia zou mogen. Maar ik wil iets heel vet gaan doen. Als dat door kan gaan, dan zou het echt super awesome zijn. Kan het niet doorgaan, dan weet ik het nog niet zeker. Maar dat is weer een tweede project waar ik tegelijkertijd onder project Cosmo aan ga beginnen. Ja, voor nu weten jullie dus eigenlijk ook dat cadeaubonnen binnenkort verkrijgbaar zijn in onze winkel. En wil ik jullie bij deze ook heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie deze video weer leuk en zie ik jullie weer snel terug bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.